seizoen 2 van de Raadspensionaten. Welkom, geschiedenis, nerds en liefhebbers. Ja, aflevering 26 van seizoen 2. Zeker. Zeker. Hey, hoe bevalt het thuiszitten, jongen? Hoe ben je erbij deze week? Okay, I'm all game, man. Ik voel me prima. Ik heb wel fucking pijn in mijn rug, moet ik zeggen. Van het verkeerd zitten. Ja, ik heb op zich wel een goede stoel, dus op zich is dat wel oké. Okay. Alleen nu het wat warmer wordt, wordt het wat minder prettig, want het is een beetje een zwarte stoel, weet je wel. Dus oh ja. Zo ga ik ook zweten? Nee, dat weet ik helemaal niet. Maar ja, goed, het is warm, het is mooi weer, we kunnen niet naar buiten. We mogen achter glas bekijken hoe het buiten is. Althans, dat lijkt me wel verstandig als je dat op die manier zou doen. Als je dat niet doet, nou ja, denk even twee keer na voordat je naar buiten gaat. Maar alsnog, we zitten in de coronacrisis, maar ook de wereld gaat door. Hè? We hebben nu lekker lang weekend, lang paasweekend. Ja. Dus ga je nog wat leuks doen dit weekend? Naar Tunesië. Oh, dat is wel leuk. Dat is ook niet zo ver reizen volgens mij. Nee, dat is gewoon door de achterdeur naar buiten en zit ik in de tuin. Dus dat wordt het. Ja, ja. Dan kan je ook. Gewoon de hele dag hier. Ja, gewoon op de bank liggen. Buitenbank, buitenbank. Wat ga jij nog iets doen dan? Ik heb geen. Je hebt een balkon natuurlijk. Ja, ja. Misschien even naar buiten, maar ook niet te lang. Ik vind het niet zo heel erg lekker om het te warm te hebben. Man. Wie doet dat nou voor zijn plezier zo in de zon de hele dag zitten? Daar word ik er goed van. Nee, ja, daar heb je een uitvinding voor. Dat heet een zonnescherm of een parasol. Oh ja, maar die heb ik helaas niet. Oh, oké. Okay. Ja, dan wordt het lastig. Dan moet je toch binnen game zeker weer. Ja, dat onder andere, ja. Social distancing. Nou, dat is heel sociaal, vriend. Het is heel sociaal. Ja, dat is waar. Een sociale hobby. Hey, Ja, laten we terug naar. Hebben we nog corona-nieuws, wou ik zeggen? Ja, want elke week zitten we nu een beetje. We willen het er niet over hebben, maar we moeten het toch even over hebben. Ja. Zijn er nog nieuwe weetjes over corona dat jij weet? Nou ja, van wat ik begreep is dat de curve aan het flattenen is. Dus dat. Ik geloof dat er maar 9 nieuwe opnames. Nee, dat het verschil tussen opnames en weggaan van de IC dat maar 9 is, zeg maar. Oké. Okay. Dus dat het een beetje stabiliseert eigenlijk. Ja. En, ja, ik had ook gehoord dat een paar dagen geleden was het minder aan het worden. En gisteren of eergisteren, ik weet het even niet, was het weer wat meer geworden. Dus het is een beetje aan het schommelen nu, ja. Ja. Maar ja, goed, misschien dat het werkt. Dat het werkt wat we hebben afgesproken met elkaar, toch? Ja, ik hoop het. Alleen ja, de warmte. Die warmte die gooit een beetje goed in het eten wel. Want mensen gaan daardoor wel sneller naar buiten. En de kans. Ik ben geen viroloog, maar ik begreep ook dat als het warm weer is, dat het virus minder snel verspreidt of zoiets. Ja, heel gek is dat het virus schijnbaar dat niet tegen kan. Hè? Terwijl normaal gesproken je zou denken dat bij bacteriën en zo dat wel zo gaat, maar blijkbaar bij dit virus niet. Nee. Nee, ik weet het ook niet. Ja. Je ne sais pas un petit peu de grande omelette du fromage? Een baguette à l'anus. Ja, nou laten we gaan even naar de data kijken, hè? Want we hebben een aantal data's gevonden deze week, een aantal dingen gevonden die wij natuurlijk leuk vinden om met jullie te bespreken. Hopelijk steken jullie daar weer wat van op. Nou, allereerst eentje die we al eerder in het programma hebben gehad. Vet, hè? En dat was natuurlijk, ja leuk hè, 10 april 1962, de Flintstones die debuteren op de Nederlandse televisie. Nou, die hebben we vorig jaar hebben we die geloof ik ook behandeld. Ja, superleuk hè, de Flintstones. Ik denk dat we een jaar bezig zijn. Ja, we zijn nu zijn we inderdaad toch wel echt een jaar bezig. Toch? Nu zijn we toch. Ja, we moeten wel toch? Ja. Ik bedoel anders dan. Wie was jouw favoriete Flintstones karakter? Ik heb niet echt Flintstones gekeken. Serieus niet? Nee. Ik ga nu deze podcast beëindigen. Ja, weet ik veel. Ik zag Fred altijd en dat vond ik wel grappig. Maar ik vond Barney ook wel grappig. Ja, ik vond dat Bam Bam ook wel grappig. Oh ja, ja. Ik weet niet, ik heb niks met jankende baby's. Maar Bam Bam was cool, die was heel sterk juist. Ja, want ik. Ja. Die jankte juist niet, die was super sterk. Oh, ja. Maar goed. Oh, oké. Okay. Nee, ik heb niet genoeg gekeken om echt een favoriete karakter te ontwikkelen. Nou, de Flintstones vandaag was natuurlijk onze grote ijsbreker. De volgende
Die was mooi, man. Graag gedaan. Je bent scherp. Heeft ook een beetje met een ijsbreker te maken. Nou ja, niet een echte ijsbreker, maar wel gebroken door het ijs. Is 10 april 1912. De Titanic die verlaat de haven van Southampton in Engeland. Nou, iedereen die kent de Titanic wel. Voor degenen die dat niet weten, dat was een gigantische, ik zou het zeggen, een cruise ship. Zou ik even bijna willen zeggen, die vanaf Engeland naar, ik weet niet waar in Amerika, maar die zijn naar de Verenigde Staten reizen. En het zou een onzinkbaar schip moeten zijn. Ja. Maar goed, 4 dagen later, 14 april 1912, loopt de Titanic tegen een ijsberg aan. En zinkt. Ja, dat is wel. Het is onzinkbaar. Zinkt toch. Ja, dat is ja. Best wel heftig inderdaad. Want het was wel echt een goed gevuld schip ook. Hè. Heel veel mensen waren aan boord. Heel veel mensen zijn ook over het leven gekomen. Ja. En het is natuurlijk wel iets, iets heel bijzonders eigenlijk. Ja, dus. Ja, ik begreep. Ik las ergens laatst trouwens, als we dan toch over de Titanic hebben, dat die. Zeg maar het wrak van de Titanic, dat echt wel zeg maar, aan het vergaan is, dat ook bijna weg is, zeg maar. Ja, dat is ook best logisch, toch? Uiteindelijk is dat ook op een gegeven moment verdwenen. Het is 108 jaar geleden. Ze zijn er wel een aantal keer naar... Ja, dat is op zich heel lang geleden natuurlijk. Er zijn wel hele mooie filmpjes ook over te vinden en foto's, hè? Ja. Dus ja, daar moet je echt even naar kijken. Ook echt heel gaaf om te zien. Ja, en de Titanic is natuurlijk... in die tijd, wat extra zuur was natuurlijk, is dat, dat de sloep, ja, er zat natuurlijk ook een klassensysteem in de Titanic. Je had de rijken en je had de armeren. En dat is ook, die sloepen voor de rijken, die zaten dus niet helemaal gevuld. Waardoor ja. Er dus een hoop armen gewoon zijn overleden, terwijl dat er eigenlijk wel genoeg ruimte zou zijn. Want er wordt vaak gezegd dat er niet genoeg reddingssloepen waren. Maar dat is dus niet helemaal waar. Ja. Ja, dat was natuurlijk het probleem was natuurlijk dat ze de rijken niet goed hadden verdiend. Ja. Ja, precies. Nee, ik zit gelijk te kijken naar die foto's van de Titanic onder water, maar dat is wel echt heel gaaf hoor. Ja. Als je dat zo ziet. Een aantal, volgens mij ook wel niet echt goede foto's. Maar je ziet ook een badkuip op een gegeven moment zie je ook zitten. Nou, echt allemaal heel bizar om te zien hoe dat er dan uitziet. Ja. Ja, zonde. Nou. Weet je, nou, het schijnt nu, ook dat ze... Oké. Nee, gaan we verder. Nee, jij mag. Naar u. Nee, ik dacht, weet je, wat ook wel grappig is, of grappig, wat ook een nadeel was, is dat de Titanic had een, hoe noem je zo, met zo'n morsecode systeem, zeg maar, zo'n radio met morsecode. Ja. Maar er voer een schip voer vlak langs de Titanic, en die had dat dus niet, dus die hebben hun noodoproep niet gehoord. Dus als dat schip wel zeg maar, die mogelijkheden hadden, hadden misschien veel minder mensen of misschien wel helemaal niemand hoeven te overlijden. Oh, dat is ook wel heftig. Maar ook wel dramatisch natuurlijk. Een dramatisch effect. Ja, nou, er zijn genoeg films ook over gemaakt, hè, dus dan weten we, hè, Leo die gaat aan het einde helaas. Oh, joh, hij had gewoon op die deur gepast. Ja, het schijnt ook dat Leonardo DiCaprio, als hem naar gevraagd wordt tijdens een interview, hè, van hey joh, gast, je past toch makkelijk op die deur, dat hij daar ook geen antwoord op wil geven. Hè? Dat is wel een beetje raar. Ja, misschien is hij een beetje klaar mee. ja, ik kan me wel voorstellen natuurlijk. Oh, Jezus, nog steeds. Ja. Hey, maar als we het toch over een zinkend schip hebben, ja. Dan gaan we het even hebben over 11 april 1689. De Nederlandse stadhouder Willem III en zijn vrouw Maria II van Engeland. Die worden gekroond tot koning en koningin van Engeland, Schotland en Ierland. En waarom noem ik het nou het schip wel, meneer Daan? Dat vraag me eigenlijk wel af. Nou, wat gebeurde er in die tijd met... Nederland bedoel je? Met de Republiek, ja, dat klopt, ja. Het is natuurlijk... Dat deze meneer een beetje de boel in de steek liet. Ja, Willem III nam zijn handelscontacten mee van Amsterdam naar Londen. Waardoor eigenlijk de balans van de handel omsloeg in het voordeel van de Britten. En Nederland langzaam begon leeg te lopen. Dus helaas voor ons, hè, de rampjaar is toen ook al eigenlijk geweest. Hè? Ja, dat was in 1672. Hè, dus. Ja. Het is toch bijzonder dat Engeland en Frankrijk tegen de Republiek keren, maar toch wordt hij later dan
De koning van Engeland. Zo gek. Nou ja, voor mij had het er mee te maken dat, dat Engeland afstreefde op een katholieke koning. En dat de edelen wilden dat niet. Die wilden gewoon de Anglicaanse kerk aanhouden. En dat had ook te maken weer met de verdeling van land. Dat je bij, voor mij bij de Anglicaanse kerk, ik hoop dat ik het goed zeg hoor, dat je daar, dat de heren, de edelen zelf zeg maar, een bisschop mochten aanstellen. Die dus ergens een stuk land kreeg. En dat was dan weer bij de katholieke kerk, moest dat natuurlijk weer de paus doen. Willem III, die bondgenootschappen tussen Engeland en Nederland, hadden best mooi kunnen zijn als hij koning was gebleven. Ja. Dat hij geen nageslacht kunnen produceren, omdat hij vroegtijdig is overleden. En ook schijnt het, hè, dat, ik weet niet of dat hem bewaren of dat het meer een praatje was om hem te... Ja, discrediten. Ja, exact. Dat hij homoseksueel zou zijn. Ja, ja dat heb ik ook wel eens laten vertellen. Als je kijkt naar de film... daar wordt hij ook wel met je gay... Ja, dan heeft hij ook een maatje die een beetje echt een beetje te close met elkaar zijn. Hè? Ja. Ja, dus ja, wie weet was het wel zo dat hij dan kinderen... Maar anderzijds is hij ook een vroegtijdig overleden. Hij is van het paard gevallen. Ja. En daardoor is hij helaas overleden. En toen was het eigenlijk wel verder bergafwaarts met Nederland. Niet alleen waren ze de zuivere bloedlijn van Willem van Oranje kwijt. Ja. Ook zaten ze nu met een soort van aftakking van de Friese variant. Ja, daar zitten we nog steeds mee volgens mij, toch? Ja, daar zitten we nog steeds mee inderdaad. Maar ja, dat was iets later natuurlijk. Dus ja, bijzondere tijd. Ja. Nou, als we het toch over, sorry, ik ben echt scherp vandaag. Als we het toch over dode staatsmannen hebben. Ja, die is wel goed. Voor jou dan. Ja, ja. Nou, op 14 april 1865, tijdens een theatervoorstelling, wordt de Amerikaanse president Abraham Lincoln neergeschoten door John Wilkes Booth. Lincoln sterft een dag later en Booth wordt uiteindelijk opgepakt. En het grappige is dat ik laatst een filmpje heb gemaakt op Paulus Historicus, waarbij ik wat feiten ging onderzoeken tussen Abraham Lincoln en weet die andere? Die is doodgeschoten, Kennedy. Oh, oké. Okay. Zeg maar dat zijn van die complotdenkers dat John Wilkes Booth bijvoorbeeld 100 jaar eerder is geboren als Lee Harvey Oswald en dat soort dingen. En daar had ik een filmpje over gemaakt waarbij ik dus echt ging onderzoeken welke dingen nou wel kloppen. Zeg maar fact-check eigenlijk van welke dingen wel klopten en niet. En dan blijkt dus dat er veel heel toevallig is en sommige dingen die erin staan blijken gewoon echt complete bullshit te zijn. Dus dat is wel grappig. Maar goed, dit is natuurlijk minder grappig. Maar het is wel een aanrader om dus te kijken, zou je zeggen. Ja, altijd. Toch? Paulus Historicus, altijd goede filmpjes uit. Ouwe. Dat zegt toch, Paulus Historicus inderdaad. En, hoe heet de aflevering? Dan moet ik hem opzoeken. Hè. Voor mij heet die gewoon Urban Legend. Volgens mij heb ik hem genoemd. Iets met Urban Legend dat ik... Ik heb hem ook nog niet gezien, dus ik ga hem wel even kijken. Ja, ja het is natuurlijk ook een urban legend. Dus, ja. Yeah. Ja, maar urban legends zijn op zich ook wel lachen, toch? Ook ondanks dat het niet waar is. Het zijn toch soms fascinerend om dingen te bekijken, weet je. Wat die mensen toch soms bedenken. Ja, zeker. Ik zal nog even urban legends. Urban legends. Ik heb ook nog een film met urban legends. Special Lincoln Kennedy overeenkomst to Urban Legend, zo heet dat filmpje. Het duurt 5 minuten, 6 minuten. Nice. Ik ga straks even kijken. Nice. Ja, dus, ja, zeker moet je doen. Dus. Nou, de volgende. Die is ook wel, die is heel belangrijk. Hè? Vandaar dat ik hem op dit lijstje heb gezet. Oh ja. Ja. Voor Europa is die heel belangrijk. 18 april 1951. Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië en ook de Benelux, dus België, Nederland, Luxemburg, het verdrag tot oprichting van de EGKS, oftewel de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal. Ja, ja, dat is natuurlijk de voorloper van de Europese Unie. Hè? En we staan natuurlijk aan in de dag na een historisch akkoord met betrekking tot ondersteuning van de Zuid-Europese landen.
financiële ondersteuning. Heb je daar wat van meegekregen? Een beetje, maar niet, ik heb er niet echt meer mee even verdiept op het moment. Nou, vertel. Nou, er was. De economieën liggen natuurlijk stil. Hè? En Italië is natuurlijk op dit moment het zwaarst getroffen land van de wereld. Hè, met de meeste coronadoden. Daarnaast heb je natuurlijk Spanje, waar ook de economie stil ligt. En dan schijnt het zo te zijn dat Nederland heeft gewoon plenty reserve geld. En die zuidelijke landen niet. En die hebben dus hulp gevraagd aan de Europese Unie. Van ja, ondersteun onze economieën, want wij zitten gewoon met een hoop shit, zeg maar. En Nederland heeft gezegd van ja, luister, weet je, waarom kunnen wij onze shit wel op orde hebben en jullie niet? En waarom kunnen wij wel allerlei reserves hebben en hebben jullie dat allemaal niet op orde? Waarop Spanje en Italië weer een soort relletje kwam dat zij zeggen van ja, what the fuck, weet je, zijn toch solidariteit en bladibladibla. Terwijl dat onze minister Hoekstra gewoon zegt van ja, luister, we gaan niet zomaar. Want het idee was eigenlijk dat, dat ze een soort van geld gingen lenen, die zuidelijke Zuid-Europa. Geld gingen lenen, en, maar dat zou betekenen dat de landen die veel schuld hebben, zouden rente van omlaag gaan. En de landen die weinig schuld hebben, zoals Nederland en Duitsland, dat daar bijvoorbeeld de rente dus weer heel erg omhoog gaat. Waardoor zij dus ook meer schuld zouden krijgen. Dus eigenlijk heeft Nederland toen gezegd, of minister Hoekstra heeft gezegd, nou mijn idee ook gewoon terecht, van ja, luister, dat gaan we niet doen, hè. Jullie hebben je shit niet op orde en dan moeten wij daarvoor bloeden. Ja, eigenlijk lang verhaal kort. Nederland zei gewoon nee, gaan we niet doen. We moeten iets anders doen. Je mag wel op een andere manier geld lenen. Italianen zeiden nee, we willen eurobonds noemen ze het. Hè? Uiteindelijk heeft Italië gezegd oké, we gaan op een andere manier gaan we geld lenen dan van het Europese noodfonds. Maar dan tegen soepele... met soepele voorwaarden. En toen heeft Nederland gezegd, oké, we gaan akkoord met soepele voorwaarden. Dat is dus het verdrag wat er gesloten is. dus dat. Alleen, nu wordt Nederland met de nek aangekeken door de Zuid-Europese landen. Dat ze niet solidair zijn en niet empathisch. Wat natuurlijk wel bijzonder is, dat als jij je shit niet op orde bent, dat je dan naar een ander land gaat zitten belen om geld. Ja. Ja, en op zich snap ik die solidariteit ook wel. Maar ik snap ook heel erg goed de kant van Nederland. Want ja, eerlijk is eerlijk. Nederland heeft schijnbaar toch alles op orde. En de rest niet. Dus dan moet je dat ook gewoon... Nou, de rest is niet helemaal waar natuurlijk. Maar we hebben het over de Zuid-Europese landen. Die moeten dan ook hun zaken op orde stellen. Ja, toch? Ja. Ja. Zeker. Dus, ja. Ja. Nou, we houden het in de gaten natuurlijk. Want, anderzijds... Het grappige, wat ik echt grappig vind, is dat heel veel mensen nu die eerst de hele tijd zitten te zeiken dat Europa zich overal mee bemoeit, dat die nu allemaal gaan zitten te zeiken dat Europa allemaal shit moet oplossen. Dat vind ik wel grappig. Ja, dat is heel bijzonder, hè? Dat gaat vaak zo, inderdaad. Ja, dus van oorsprong zijn het hele rare mensen. Zo ver zou ik ook niet gaan, maar vaak misschien niet goed verdiept in hoe het echt is. Nou, ze houden zich nog vast aan oude tradities. Ja. Heb je hem of niet? Je hebt hem niet, hè? Ja, ik heb hem wel. Oude tradities. Ah, dat is een mooie inkoppert naar ons tussenhaakjes hoofditem. Ons hoofditem is natuurlijk, Paulus. Pasen. Pasen! Gisteren was The Passion natuurlijk op tv. Kijk je wel eens Passion? Oh, ja. Nee. Ja, het was natuurlijk een... in Dordt, toch? Ja, vorig jaar was ik erbij in Dordt. Ik heb daar nog een special over gemaakt, hè, voor de Storkers. Dat weet ik. Heb ik daar een special over gemaakt? Ik weet het niet meer. Maar ik ben... Je hebt in ieder geval iets gefilmd. Het grappige, het is wel een leuk verhaal. In 2000, wat was het vorig jaar? 2019, hè? Dus in 2018 zaten we natuurlijk voor de buis. De Passion te kijken, dat is een beetje vaste kost elk jaar voor ons. Omdat mensen dat schijnbaar mooi vinden. Dus wij zaten dat kijken in 2018 en toen zei mijn dochter, toen zei, ik zou er best wel eens een keer bij willen zijn. Dus mijn vrouw zegt, nou, als het ooit een keer in Dordt is, dan gaan we erheen. Nou, fucking 2019, Passion in Dordt.
Sta ik gewoon fucking volgend jaar, sta ik gewoon met mijn dikke snuffert daar voor dat podium. Ja, nice toch? Ja, ik dacht... Het komt allemaal goed uit. Ja, ik denk als ik zeg van als het ooit in Dordt is, dan gaan we er wel een keer heen. Dacht ik van nou, ontspring de dans in ieder geval een paar jaar, weet je wel. Maar nee, en dan is het misschien vergeten. Maar nee, gelijk volgend jaar, bam, passion in Dordt. Ja, maar dat maakt het ook toch leuk toch? Ja, nou, goed. Het was wel mooi, maar ik denk dat het op tv... het is mooi om er, of leuk om er te staan, maar ik denk dat op tv het verhaal mooier verteld wordt, omdat je dan alles meekrijgt. Ja, tuurlijk. Je staat dan op één plek en dan zie je eigenlijk maar één kant van het optreden. Ja. Maar goed, Pasen, daar ga jij het over hebben, toch? Ik ben echt heel benieuwd. Ja, daar ga ik het over hebben, althans. Ik ga mijn best doen. Ik ben zelf... ik ben niet iemand die Pasen nou echt als een christelijke... traditie gebruikt. Ik gebruik hem eigenlijk aan andere redenen. Uiteraard de lange weekenden of vakantie, hoe je het wil noemen. Of uiteraard de lekkere chocolade-eitjes, paashaasjes en zo. Heb jij dit jaar trouwens nog eitjes of hazen in huis gehaald, Paulus? Ik weet niet. Ik probeer niet zoveel kilo's aan te komen. Ja, dat is ook wel lastig in deze tijden. Ja. Nou, Pasen die wordt eigenlijk door veel mensen en door ons eigenlijk ook wel heel erg gezien als een christelijke traditie. Wat niet zo heel gek is. Want Nederland heeft toch qua moraliteitsbesef toch wel wat weg van een christelijke samenleving. Ondanks dat we dat niet echt meer zijn. Hè. We hebben nog steeds wel heel veel moraliteit daarvan overgehouden. Maar het is in principe geen christelijk feest. Hè. Het is een van oorsprong een Joods feest. En dat heette, of heet nog steeds, het Pesach. Dus en zo, die horen daar volgens mij bij. En die worden ook best wel goed verkocht tijdens de Pasen. Oké. En ja, de christelijke traditie Pasen heeft naast dat het van de Pesach heeft overgenomen, ook wat heidense tradities of elementen overgenomen. Denk maar aan de paaseieren zoeken en de paashaas. Oké. Dus dat is wel grappig, want je ziet ook dat de Romeinen die zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Hè? Die weten dat heel goed. Ja, die nemen dan ook, die combineren sowieso altijd alles. Hè? Laten we eerlijk zijn, dat zal hier ook gebeurd zijn. Ik denk dat ze dan ook wel wat Germaanse gebruiken hierin verworven hebben. Kijk, ja. Het woord Pasen is niet met zekerheid te achterhalen. Het heeft waarschijnlijk te maken met de naam Pesach, het Joodse woord Pesach, het Joodse feest Pesach. Maar men denkt ook dat het zou kunnen komen door het Latijnse woord Pascua. En dat betekent weide. En op die manier zou het verband kunnen hebben met de lente. Ik denk dat deze wel wat duidelijker is te herleiden dan Pesach. Mm-hmm. Want ja, lente, dat wordt dus eigenlijk ook gevierd hier. Hè? Grappig is dat de Duitse en Engelse woorden voor Pasen, oftewel Oostern of Easter... die zijn weer te herleiden, dat is grappig, tot een oud-Germaanse godin. Oftewel, Eostre, als ik het goed uitspreek. Eostre. En dat schijnt dus de godin te zijn van de vruchtbaarheid. Oh, vet. Dus op die manier zou je die eieren, het zoeken van eieren, de lente, zou je ook weer kunnen verbinden aan die Germaanse gebruiken. Dus dat is wel heel grappig. Dat je eigenlijk toch ziet dat ondanks dat wij nog nu een christelijke traditie hebben... wat niet echt meer een christelijke traditie is, is eigenlijk van oorsprong een Joods traditie, maar heeft elementen overgenomen door de christelijke traditie van de heidense of Germaanse gebruiken, wat echt wel heel grappig is. Eigenlijk zie je dat een aantal van die andere gebruiken langer overblijven dan de christelijke traditie eigenlijk. Want ja, ik vier niet de wederopstanding van Jezus. Nee. Maar ja, ik eet wel chocolade-eitjes. Maar ja. Ja, goed. Maar ja, goed, wij... Als mens zijn natuurlijk altijd heel blij met de lente, dus ja, in die zin is het altijd wel heel leuk om te zien dat verschillende culturele feesten op die manier gecombineerd worden. Nou, we weten dat het paasfeest van oorsprong dus ligt bij de Joodse traditie van Pesach. En wat vieren de Joden nou eigenlijk? Hè? Die vieren, herdenken eigenlijk de Exodus, hè? Exodus uit Egypte. Nou, dat verhaal kennen we allemaal. De bevrijding van de slavernij ten opzien van 40 jaar in de woestijn, maar ook de onderdrukking onder de Egyptenaren. Mozes en het verhaal, dat kennen we allemaal wel.
Dus het begint eigenlijk met slavernij en ze herdenken dus eigenlijk ja, die tijd dat de Joden slaven waren, het Joodse volk. Nou, Pesach begint met de sederavond, de avond van 14 Nisan en het duurt 7 tot 8 dagen. En normaal gesproken gaat het gepaard met het slachten van een lam, het eten van ongezuurd brood en het drinken van wijn. Dus ja, dus hebben we echt een strakke en typische traditie bij deze herdenking van het Exodus. Nou, en bij Pasen vieren we natuurlijk, de christenen vieren iets heel anders. Volgens de evangelie uit de Bijbel vond dus het laatste avondmaal van Jezus plaats op een sederavond. Wat dus grappig is, dat is het begin van de Pesach. En zijn kruising van Jezus, de dag erna en de wederopstanding 3 dagen later, vinden nog steeds plaats tijdens dat Joodse Pesach, de Joodse feest. Dus op die manier wordt de Joodse Pesach en de dood van Jezus met elkaar verbonden. He, dus die christenen die maken daar dus eigenlijk een soort van mengelmoesje van. He, die Romeinen zijn nog steeds Romeinen, laten we eerlijk zijn. Die, mm-hmm. hebben altijd, die willen altijd dingen combineren. En langzamerhand gaan die christenen, wat dus eigenlijk meer dan alleen Joden zijn op dit moment, he, in de tijd, als je kijkt naar de tijd van de Romeinen, de oudheid. Het zijn veel meer dan alleen Joden, ook Romeinen. En die gaan alleen meer waarde hechten aan die wederopstanding van Jezus. En die laten langzaamaan de Joodse aspecten van Pesach achterwege. Nou, dat is ook wel grappig. Tijdens de concilie van Nicea in 325 werd de viering van Pasen... Tijdens het concilie van Nicea in 325, waar dus eigenlijk heel veel beslissingen over het christendom werden genomen, wordt de viering van Pasen ook losgekoppeld van het Joodse feest. Dus het wordt echt een apart iets. En er wordt daar ook beslist dat de Paaszondag voortaan elk jaar gevierd zou worden op zondag na de eerste volle maan van de lente. Hey, dat is wel grappig, hè? Dat ze dan weer echt iets typisch zonnewendeachtig iets toepassen op zo'n feest. Beslist werd dat Paaszondag voortaan dan ieder jaar gevierd zou worden op de zondag na de eerste volle maan van de lente. Dat is wel grappig, want dat is dan eigenlijk weer, heeft dit te maken misschien ook met die Germaanse gebruiken. Het komst van de lente werd dan heel erg gevierd. Op de donderdag daarvoor, de Witte Donderdag, wordt dan het laatste avondmaal van Jezus en zijn volgelingen herdacht. En op Goede Vrijdag wordt dus de kruisiging van Jezus zelf herdacht. Dus op die manier zie je dat de christenen hun eigen gebruik hebben gemaakt van, van Pesachfeest. Met natuurlijk wel nieuwe gebeurtenissen eraan toegevoegd. Ja, eigenlijk hebben ze gewoon het nieuwe aan het oude gekoppeld eigenlijk. Ja, precies. Wat ze natuurlijk eigenlijk heel vaak doen. Ja, dat zeker weten. Ja, het lijkt wel een beetje typisch romanisering, hè? Ja. Ook met geloof. Ja. Nou ja. Zeg maar de eeuwen erop zie je dat het christendom mede door de Romeinen en ook later door de monniken en de gelovigen verspreid wordt over Europa. Dat Europa christelijk aan het worden is. En het wordt dan ook vermengd door die heidense lentefeest waar ik het al over had. En zo stamt de traditie van het paasei dus af, had ik al verteld. Van die eieren die symbool staan van voor vruchtbaarheid. En ook de komst en geboorte van de lente. Nou, ook weten we dat de Germanen heel erg van bomen hielden. En de Germaanse heilige boomcultus, blijkbaar dus, had ook weer te maken met de komst van de lente. En het vierde dus ook dat eieren in de bomen werden gehangen. Nou, mijn moeder vroeger had bijvoorbeeld altijd van die hangertjes die ze in een paastak hing. Ja, precies. Precies, dus dat heeft dan hier ook weer mee te maken. Toen zag je van die eitjes in zo'n paastak hangen. Nou, dat heeft dus weer hier ook weer een beetje mee te maken. En dat hout heeft ook een verband, en dat is wel heel bijzonder, met de periode van vasten. En vasten was het voor christen natuurlijk in die weken, nou dat nog steeds, als je heel streng christelijk bent, verboden om vlees en zuivel te eten. Ja, maar mijn oma doet dat nog. Die doet al geen... hoe zeg je dat? Lekkernijen doet ze niet nemen. Dus geen snoep en dat soort dingen. Alleen wat nodig is. Heel christelijk is dat. Nou ja, door velen wordt dan ook eieren als zuivelproduct beschouwd. Dus vandaar dat ze dat ook niet aten, christenen.
Maar ja, goed, omdat de kippen natuurlijk niet stopten met broeden, had men aan het einde van het vasten dus een flink overschot van eieren. Dus het werd al heel snel een traditie om ja, hardgekookte eieren te eten met de Pasen. Dus daar komt het ook een beetje vandaan. Interessant. Dus dat is niet zo... Ja, best wel grappig hè, dat zo allemaal... Ja, mensen die verspillen natuurlijk eten, willen ze niet verspillen. Dus op die manier zie je dat ze die eieren toch gaan gebruiken, wat echt dus echt gigantisch slim is. Ja. Vooral in een tijd waar eten natuurlijk echt nog belangrijker is dan nu. Want ja, één misoogst kon betekenen dat je het leven of dood kon betekenen. Ja, precies. Goed. Maar ja, waar komt die paashaas dan vandaan? Goeie vraag. Ja, toch? Nou, maar als je kijkt naar de opkomst van het protestantisme in de 16e eeuw, zie je dat dat vasten in Noord-Europa en grote delen van Noord-Europa aan het verdwijnen is. En vooral Duitse protestanten, die wilden door hun kinderen niet het plezier van het eieren zoeken opnemen. Hè. Dus op die manier wilden ze wel iets leuks nog voor die kinderen doen. Hadden ze iets nieuws bedacht, schijnbaar. De paashaas. En die scheen dus de eieren op paaszondag voor hen te verstoppen. Nou ja, waarschijnlijk heeft de keuze voor het dier, paashaas, dus ook weer te maken met koppelingen uit het heidendom. Omdat de haas eigenlijk sinds de oudheid al gezien wordt als een vruchtbaarheidssymbool. Wat natuurlijk symbool staat, komt die voor het begin van de lente. Wauw, dat is echt... Mind is blown gewoon altijd, hè, als je dit soort shit gaat vergelijken met elkaar. Ja, maar het is vooral heel bijzonder leuk ook om te zien. Omdat je op een gegeven moment weet je niet meer zo goed waarom we dingen doen zoals we ze doen. Ja. Hè? Daarom is het leuk om dit soort dingen te ontdekken. Want als je niet weet waar het vandaan komt en je doet er geen onderzoek naar, dan is het een leuke traditie. Maar je ogen worden wel geopend van, dat komt toch ergens vandaan. Dat heeft toch ergens wel mee te maken, weet je. Het heeft een oorsprong. En het is ook veranderd door de jaren. En dat vind ik echt zo prachtig aan dit vak. Ja, dat is zeker waar. Ik vind dat heel mooi om dat terug te zien. Hè. Wat je zegt, gewoon ook dat die verandering, dat ook gewoon normaal is, weet je wel. Want vooral in deze tijd merk ik dat vaak dat mensen zeggen, ja, traditie is traditie, je moet niet veranderen. En terwijl dat eigenlijk een loos argument is, want tradities veranderen nou helemaal. Ja, dat is zeker waar. Kijk, het gaat alleen voor ons als mens zijn en niet zo snel. Ja. En dat is waar mensen tegenaan lopen. Die zien niet het hele plaatje, die zien alleen wat zij zelf doen. Dus die vinden dat zij hetzelfde moeten hebben als wat hun ouders hadden. Terwijl zelfs dat al, als je goed gaat kijken, aan verandert. Hè? Kijk, bijvoorbeeld Zwarte Piet, dat is altijd de typische die we aanhalen. Zelfs die verandert. Kijk hoe erg die aan het veranderen is. Nou, maar gewoon heel Sinterklaas... zeg maar, voor mijn ouders en mijn grootouders was Sinterklaas eigenlijk meer een chagrijnige Norse oude man. En voor mij en mijn kinderen is Sinterklaas een vrolijke man, zeg maar. Zo klein is het verschil al, zeg maar. Ja, exact. Ja, maar hetzelfde met Zwarte Piet. Zwarte Piet was een boeman en later werd hij een vrolijke jongen. Maar goed, laten we het niet uitweiden naar Sinterklaas, want dat hebben we het al heel vaak genoeg over. Het gaat nu over Pasen en zo zie je ook dat paasfeest niet alleen christelijke gebruiken heeft, maar ook heidense gebruiken, die ook werden toegestaan, dus blijkbaar in het christendom, protestantisme. Dus dat is best wel grappig om te weten. Ja, grappig. Nou, een mooi verhaal. Ja, toch? Ja, vind ik wel. Ja, nou goed, dan zijn we eigenlijk alweer bij het einde van onze podcast gekomen. Ja, man, wel snel, maar. Ja. Tijden gaan snel, jongen. Ja. Voor je het weet, is die hele corona gebeuren is ook alweer voorbij. Ja, dan kunnen we weer face-to-face recorden. Ik weet dat nog zo goed, dat ik zei dat de coronatijd voorbij was. Maar nu zitten we nog in isolatie. Nou, het grappige is, maar dat zei mijn dochter, die zei dat laatst. Die zei, want ik zei dan van, dit is wel een historische gebeurtenis. Hè, dus, en daar ben je wel mooi bij. Dus toen zei mijn dochter ook van, straks gaan mijn kleinkinderen gaan aan mij vragen, oma, hoe was dat in de coronatijd? Ik zei, precies, dat is toch vet dat je dat kan zeggen straks. Ja, precies. Maar zo is dat. Dat is ook gewoon zo. Dat is iets, dit is iets weer wat we nooit gaan vergeten. Hoe dit, zeg maar, de hele wereld op zijn kop heeft gezet. Nee, precies. Bijzonder. Super vet. Ja, niet Kijk, leuk, man. Maar wel bijzonder. Ja, het is wel heftig hoor. Ik heb nu van dichtbij een aantal coronagevallen gezien. En het is wel echt een heftig virus. Ja, absoluut. Dus...
Ja, dus luisteraars, als jullie luisteren, stay safe, stay at home, flatten the curve, al die shit. Maar Ja. doe gewoon, gebruik je gezonde verstand als dat tenminste zegt dat je binnen moet blijven. Want voor mij zegt dat gezonde verstand van andere mensen iets heel anders. Ja, dat is zo. Dat is ook wel jammer, inderdaad. Ah. Maar ja, laten we hopen dat iedereen die luistert en natuurlijk de rest ook gewoon lekker safe is. En heb je de ziekte nou? Heel veel sterkte. Ja. En beterschap toegewenst. Zeker weten. Nou, ja, we moeten echt kijken hoe we het volgende week weer aan gaan pakken. Ja, het dus is ook gewoon. elke week even een beetje een struggle, inderdaad. Want het Ja. zijn hele bijzondere tijden. Het zijn bijzondere tijden, zeg dat wel. Dan hoop ik dat we jullie volgende week weer terug zien. Of ja, jullie ons horen, natuurlijk. En dan wens ik jullie in ieder geval een fijn paasweekend. Ja, fijn Pasen, fijn Pesach en fijn, hoe noemde je die andere ook weer? Laten we zeggen, een lentefeest. Lentefeest, kijk, zonder wende, toch? Oh nee, dat is iets Nou, anders. nee, dat is weer iets anders. Maar het heette de Eostre. Oh ja. De godin van de vruchtbaarheid, de Eostre. Ik vind dat we dat gewoon weer moeten doen, man. Godin van de vruchtbaarheid klinkt altijd heel goed. Dat klinkt zeker goed. Juist, oké. Dat wordt een hele andere podcast, hè. Zeker. Dus fijn Pasen en tot de volgende week. Tot volgende.